Stichting Vesting Hoek van Holland. We bestaan dit jaar 25 jaar. We beschikken over meerdere locaties. Maar om een start te maken gaan we nu hier op de pier van Hoek van Holland gaan we het museum in. Bezoek hebben we geen gebrek. Dus elke vrijwilliger is een belangrijke. En gelukkig hebben wij een hele leuke club vrijwilligers die zich hier ontzettend graag inzet. Alles in het Atlantic Wall Museum in Hoek van Holland is authentiek. De vrijwilligers vertellen er altijd graag over bij de WUS. Dit is een Duitse met bont beklede rugtas. Het Atlantic Wall Museum Hoek van Holland heeft zaterdag 21 november een bezoek gekregen van de Army Vehicle Club. Ik ben hier als kind al terechtgekomen omdat gewoon als gezin waren we hier aan het wandelen. En we kwamen hier eigenlijk toevallig terecht. Het is je niet voor te stellen als je die bunker hier achter mij nu ziet. Die was gewoon tot 1996 niet zichtbaar. Je liep als je op de duin kwam, dan liep je over deze bunker heen. Wat we nu bunker 2 noemen, die waren ze aan het uitgraven en om er een museum van te maken. En het frappant was toen we die grond gingen verwijderen, toen kwamen er voetstappen tevoorschijn. En niet zomaar voetstappen, voetstappen van zo'n 80 jaar oud, uit de Tweede Wereldoorlog. Voetstappen van mogelijk Duitse militairen. Waar ik nu tegenaan leun, dat is een zogenaamde Pak 40, een panzerabweerkanonen. Bouwjaar van type 1940. En we zijn eigenlijk bijzonder blij dat we daar aan zijn gekomen. Dat was allemaal nog niet zo eenvoudig, maar het is gelukt. Want een dergelijke kanon kon hier gewoon geplaatst worden. Dus het past heel goed in het verhaal. Het 25-jarig jubileum laat het Atlantic Wall Museum niet onopgemerkt voorbij gaan. Er volgt een receptie met bezoek uit Rotterdam. Wat dat betreft, daar zijn we ook bijzonder blij mee. We gaan dat aanstaande zaterdagmiddag gaan we dat vieren. En tot onze verrassing, en ik mag het ook wel zeggen ons genoegen, is ook burgemeester Abu Talib van de partij.